Hey, hallo. Het is vandaag 10 januari. Maandag. De 10e. Ruim je bureau op dag. Het mag ook vrijdag de 14e. Maar laten we het nu maar vast doen. Dan is het opgeruimd. Laten we een bureau tekenen. Gewoon een netjes opgeruimd bureau. Dan heb je gelijk een voorbeeld hoe je het zo zelf kan op gaan ruimen. Succes! En teken weer lekker mee. Ja, ruim je bureau op dag. Nou, we zullen eens een bureau gaan tekenen dan. Een bureau. Nou, we beginnen al met het bureaublad. Dat is natuurlijk handig. Een poot. En misschien is die wel iets te laag. Tegenwoordig heb je natuurlijk hogere bureaus. Hè? Of staan-zitbureaus. En die luxe heb ik ook niet. Nou, wat zit er vaak onder een bureau? Er zit ook nog een kastje. En met wat laadjes. Misschien hier nog een dingen. Hoe heet het? Documenten trolley. Hier een laadje. Zo. Nou, wat hebben we tegenwoordig op een bureau staan? Ik teken maar even een scherm. Dat staat er natuurlijk sowieso op. Zo. We kunnen natuurlijk verder inkleuren zo. Nou, kunnen we in ieder geval goed zien dat dit een scherm is. Hier wel weer even opletten dat je inderdaad dat het niet doordrukt. Hè? Nou, een pennenbakje. Schaduw zo. Die poten kunnen ook wat schaduw krijgen zo van het bureau. Hè. En dat is hier het kastje. Zo. Wat hebben we nog meer op een bureau staan? Ja, een pennenbak. Eigenlijk moet er niet meer op staan. Hè. Computer, pennenbakje. Eventueel wat notitieblaadjes. Zo. Misschien wil je nog een. Hè. Misschien heb je nog een plantje. Nou, wat plaatjes aan dat plantje. Zo. Ja, en dat, eigenlijk mag er niet meer op een bureau staan. Hè? Je moet er niet te veel afleiding hebben als je bezig bent. Nou, als tekenaar heb je misschien zelfs geen computer er staan. Maar gewoon een schetsblok liggen. Ik zou zeggen, ga eens variëren met je bureau. Ga eens een schets maken van hoe zou je willen dat je bureau eruit ziet. En dan kan je aan de slag met het opruimen. Wat je eventueel ook nog zou kunnen doen is je bureau natuurlijk van de bovenzijde te bekijken. Ja, dat je meer een 3D effect ervan maakt. Zo. En dan eens gaat kijken van, ja, wat moet daar nu op staan? Hè? Je hebt natuurlijk je pc zo. En misschien staat hij nog wel op een verhoging. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, nou, maar even snel. We hebben net die pc al getekend. Hè? Dus computer, toetsenbordje. Nou, ongeveer zo, hè, de muis. Hopla. Nou, en dan inderdaad die plant. Hè, die hadden we hier staan. Maar als je dan 3D hebt, dan kan je het misschien nog wat makkelijker indelen van wat staat waar. Hè? Je kan hier natuurlijk inderdaad die notitievelletjes hebben of een stapeltje van nog te doen, wat je nog uit moet zoeken. Zo. Misschien heb je hier altijd wel een viltje liggen met een glas water erop. Nou. Of je kop koffie. Dan moet er nog een oortje aan. Dat kunnen we ook wel eens een keer gaan tekenen, een beker. Nou, dus je ziet het, het wordt alweer vol, dat bureau. Maar zo kan je wel alvast een indeling maken van hoe je het wil hebben. En ik zou zeggen, ga variëren. Ga eens kijken van, hoe kan ik beter plek creëren op mijn bureau. Misschien moet je er wel een plankje boven hangen. Hè? En daar wat spullen op kwijt.
En misschien moet je daar die notitieblokjes wel ook kwijt. Of nog een bakje met laadjes. Waar je je spullen in kwijt kan. Wie weet. Succes ermee. En ik zie je morgen in een nieuwe video. Tot dan.